Jurgen, flesje water in de hand, op hoeveel staat de bier tellen? Op nul nog. Daar geloof ik niks van. Nee, echt wel. Ik heb net één slokje gehad en ik loop van links naar rechts en voor naar achter. Dus ik beloof jou Job dat hij niet bij nul blijft. Goed zo. Je staat voor een bord waarop staat dat in Willem II in 1916 voor het eerst kampioen werd. En je hebt vandaag op deze dag historie geschreven als trainer van de Tilburgers. Hoe bijzonder is dit? Daar ben ik heel trots op. En niet op mezelf hoor, maar op heel de club. Supporters, staf, spelers, kantoorpersoneel, dat wij het gered hebben. Is denk ik een unicum. Zal het niet zijn, maar wel een unieke prestatie als je degradeert en daarna weer kampioen wordt promoveerd. Is ja geweldig. Ron Jans maakte gisteren iets soortgelijks mee. Hij zei: dit is onwezenlijk, ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Weet jij het, hoe bijzonder dit is om dit mee te mogen maken? Dat klopt. Ik denk dat dat besef pas over een week komt. Dat zijn de mooiste woorden, hè, als je geen woorden hebt. Ja, ik zou ook niet weten wat ik moet zeggen. Ik bedoel, natuurlijk, hè, 10 minuten voor tijd zei Dirk en Rees tegen mij: Jurgen, ga nou genieten van dit moment. En dat was wel mooi. Mooi compliment dat we dat ook met z'n allen zo gedaan hebben. Wat betekent het voor jou als trainer? Schaal, je cv'tje, we hebben het er van de week over gehad. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het interesseert me ook geen ene reet. Waar ik mee bezig ben is om een club te leiden met ziel en zaligheid. Nogmaals, niet alleen. En dat je dan kampioen mag worden, dat is... Kijk, als de club goed gaat, gaat het mij waarschijnlijk ook goed. Ik denk dat veel mensen dat nog wel eens vergeten. En ik probeer dat niet. Ik ben er wel ontzettend trots op dat het wel gelukt is, moet ik zeggen. Ik ga een vraag stellen waar je helemaal niet op zit te wachten. Is Willem II nu klaar voor de Eredivisie? Dat weet ik niet of dat zo is. Nu op dit moment niet, want... Op dit moment word je dronken. Op dit moment moeten we geen wedstrijd meer spelen, denk ik. Nogmaals, Job, ook dat zien we de komende weken wel weer. Het budget zal absoluut omhoog geschroefd moeten worden. Want anders dan rollen we er ook zo weer uit. Maar het zal mij ook een zorg zijn op dit moment. We gaan een feestje vieren, genieten van het moment, want zo vaak maak je deze momenten niet mee volgens mij. En ook in dat geval is het anders dan 2 weken geleden. Hey!